De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Mark, niet doen. Mark, hou op. Annette. Ik wou dat ik zeker wist dat mevrouw Helmut me gezien heeft. Jezus, ik baal van dit stiekem gedoe. Ik vind het net zo vervelend als jij. We moeten alleen oppassen. Ja, dat weet ik. Over een paar maanden is het voorbij. Dan zijn we altijd bij elkaar. Word je gek? Weet je niet hoe moeilijk het is voor mij om zo lang te moeten wachten? Voor mij net zo. Ik wil zo graag met je naar bed. Maar. Kom nou, Annette. Maar je hebt het me beloofd. Dat weet ik. Maar alsjeblieft. Ik wil het zo graag. Als je het dan echt zo graag wil. Doe dan maar. Ik hou zo ontzettend veel van je. Zo gaat dat niet natuurlijk. Het spijt me. Ik kan het niet moeten doen. Nee. Als het zo moet gaan, dan wil ik het ook liever niet. Ik wist al dat ik op je kon rekenen. Binnenkort is alles opgelost. Echt waar. Ja. Ik hou echt zoveel van je. Zo ontzettend veel. Annette is niet hier. Oh. Ze zei dat ze even een uurtje weg zou blijven, maar dat is alweer even geleden. Je weet hoe slecht ze op de tijd kan letten. Ja, maar het is niet voor Annette om zonder iets te zeggen zo lang weg te blijven. Dat is trouwens niet helemaal waar. Het gebeurt de laatste tijd wel vaker. Oh ja? Ja. Vroeger was ze zo open. Het is altijd waar ze uithing of waar ze mee bezig was. Ze vond het leuk om alles te vertellen. Dat is niet meer zo. Kleine meisjes worden groot. Ja, natuurlijk. Dat realiseer ik me ook wel. Maar ze doet de laatste tijd bijna geheimzinnig. Dat kan toch alleen maar betekenen dat ze iets voor me verborgen houdt? Dat hoeft helemaal niet. Iedereen heeft recht op een beetje privacy. Ik wou dat ik je kon geloven, Helen. Ik voel dat het wat anders is. Volgens mij heeft ze problemen. Ik heb geen idee hoe ik haar daarmee kan helpen. Hé, hey, Pep. Hé. Hey. Hey, Simon, Brigitte staan bij de viswinkel. Loop je even mee? Ik wil eens gedag zeggen. Wie is Brigitte? Nieuwe vriendin van Simon. Een strak dakkie. Ik zit op Ben te wachten. Op Ben? Heb je verteld dat je geen paspoort kon krijgen? Ja? Wat zei hij? Niet veel. Hij had Jan al gepost in het fort geval dat. Jan? Hoe kan dat nou met Petra en Thomas? Ja, dan moet hij zelf maar weten. Toch vreemd hoor. Alles loopt gesmeerd, tenminste dat denk je. Dan ineens, pats, boem, vergeet het maar. Ja, Pet, ik kon iedereen overkomen, man. Ja, zoals Helmink. Helmink? Hoezo? Ik weet niet, sinds die keer bij jou thuis blijft ze maar in mijn kop zitten. Nou, ik blijf het ook een raar idee vinden hoor, dat ik niet meer kan tegenkomen op school. Wie had nou ooit kunnen denken, zeker na die aanbevelingsbrief, dat ze mij ooit nog de excuses zou aanbieden. De excuses? Uh-huh. Nee. Hoe kwam dat? Nou, toen een keer bij jou thuis. Ze had me fout beoordeeld, zei ze.
Eerst was ze nou overtuigd dat ik iets gepikt had. Huh? Toen kwam ze erachter dat ze fout zat. Nou, dat zal wel best moeilijk voor haar geweest zijn om toe te geven dat ze fout zat. Ja, dat zou wel. Ik heb op bot gereageerd. Ik ben gewoon weggelopen. Wat? Ze biedt er excuses aan en jij bent gewoon weggelopen? Ja, hallo, ze had me eerst van diefstal beschuldigd. Oké, zo had je het ten onrechte beschuldigd, goed. Maar ze had toevallig wel genoeg karakter om excuses aan te bieden. En je hebt niet eens genoeg karakter om dat te accepteren. Kan ik even spreken? Tuurlijk, kom binnen. Ja, ik kwam toevallig langs een bloemenzaak even verderop. Ze zijn prachtig. Dankjewel. Kom verder. Waar wilde je over praten met me? Na die keer bij Arnie thuis. Ik geloof dat het nog op bod van was om zomaar weg te lopen. Kan je wel zeggen, ja. Nou ja, dus nou bied ik mijn excuses aan. Nou, dan ga ik maar weer. Nee, ga nou niet meteen weg, zeg, kom. Ik heb net tegenzet, wil je ook? Nee, ik moet weg, echt. Moet ik die boterkoek dan helemaal alleen opeten? Nieuwste medicijn tegen hoofdpijn. Wordt alleen een beetje dik van. Voelt u zeker al een stuk beter, hè? Mij gaat het goed. Ik zei toch dat ik wat lekkers voor je mee zou nemen? Lekker visje? Als u hem schoonmaakt, dokter, dan maak ik hem klaar. Afgesproken? Lijkt me een heel goed idee. Ik begin gelijk. Volgens mij kan hij wel wat hulp gebruiken in de keuken, Arnie. Ja, tuurlijk. Linda, op de een of andere manier heb ik het gevoel dat je mij niet mag. Ik weet niet waar je het over hebt. Vanaf het allereerste moment heb je mij heel duidelijk laten merken dat je mij niet ziet zitten. Ik vind dat niet leuk. Heel vervelend zelfs. Ik heb nooit gezegd dat ik je niet mocht. Toen Simon het met zoveel enthousiasme over je had, wist ik zeker dat wij heel goed met elkaar zouden kunnen opschieten. Maar toch schijn ik iets verkeerd te hebben gedaan. Ik zou graag willen weten wat ik heb gedaan. Als ik me ellendig voel, prop ik me altijd vol met zoetigheid. Het spijt me. Ik weet dat ik me lullig gedragen heb en ik weet eigenlijk niet eens waarom. Het kwam natuurlijk allemaal nogal onverwacht. Jij en Simon zijn natuurlijk altijd met z'n tweetjes geweest. En nu ben ik er opeens bij. En dan vindt hij het nog gek ook dat je niet meteen enthousiast bent. Ik denk inderdaad dat ik jaloers ben. Achterlijke? Nee. In jouw plaats zou ik dat ook zijn geweest. Maar we hebben natuurlijk nu wel iets samen. We zijn allebei gek op Simon. Ik heb eigenlijk altijd een oudere zus willen hebben. Nu heb ik er bijna een en dan doe ik zo stom. Zullen we overnieuw beginnen? Lijkt me een goed idee. Ik denk dat ze nu zo ongeveer wel uit de keuken kunnen komen. Ik heb ook wel trek aan een stuk van die vis.